We hebben heel veel dingen bedacht om het internet te bouwen. Internet is eigenlijk een afspraak van standaarden. Alleen we gebruiken het nu op een manier waar het nooit voor bedoeld was. Allerlei betalingen, allerlei verbindingen, allerlei machines die eraan staan. Dat was nooit de bedoeling geweest. Dus er komen steeds weer nieuwe standaarden. En dat is ook niet alles. We hebben ook keurmerken nodig om te laten zien wat er achter de schermen gebeurt en of mensen het ook wel goed doen. Daarover gaan we praten met iemand van internet.nl. Dat is niet het internet zelf, maar het platform internetstandaarden en MKB Cyberadvies. En iemand van thuiswinkel.org. Nou, ik zie dat ze al klaarstaan. Dames en heren, hartelijk applaus voor Roland van Kortehof en Gerben Klembalting. Goed, welkom heren. Roland en Gerben. Roland, je bent van thuiswinkel.org. Je bent echt iemand uit de retail, hè? Kijkshop, Hunkemullen, IKEA, kennen we allemaal. Nou, daar heb je allemaal gewerkt. Ja, zowel in IT als managementfuncties. Gerben Klembalting. Nou, ik vond het een beetje moeilijk je cv samen te vatten, want die is heel lang. Laat ik het dus even kort houden. Nu zit ik daar bij internet.nl en je werkt op de MKB Cyberadvies. Trifecta Mobility, dat heb je net zelf opgericht. Maar voorheen heb je ook bij Defensie gewerkt, directeur bij TNO geweest en, niet onbelangrijk, secretaris van de Cybersecurity Raad. Roland, laat ik even bij jou beginnen. We hebben nu een hoop technische shit gehad, hè? Daar zijn we niet zo van. Thuiswinkel.org is eigenlijk een soort keurmerk op de site dat je laat zien dat die winkel te vertrouwen is. Maar wat heeft de koper daaraan? Wat zegt dat keurmerk nou eigenlijk over die webwinkel? Ja, wij doen eigenlijk een aantal dingen binnen onze certificering. Je krijgt dat waarborg, dat is geen plakplaatje, daar moet je echt wat voor doen. En natuurlijk checken wij op wetgeving, dus juridisch. De site wordt er helemaal gecontroleerd, of dat alles netjes opstaat. We doen een financiële toets, of dat de ondernemer wel waard is. Dat als je iets koopt, dat ze het ook wel kunnen leveren. Nou ja, dat ze kunnen leveren tegen faillissementen en dergelijke. Dat ze kwetsbaar zouden kunnen zijn. En het derde is veiligheid. Dat hebben we als laatste toegevoegd. En 3 jaar geleden hebben we gemeend, nou, er werd wat gehackt. Mm-hmm. Lektober was in het nieuws. Een aantal leden werden van ons ook gehackt en dat kwam in het nieuws. Dus daar hebben we iets mee gedaan en zijn we onze leden gaan scannen op kwetsbaarheden. Dus eigenlijk net als die campagne Veilig Zakelijk Internet, kunnen de leden van thuiswinkel.org dus ook door jullie laten testen? Ja, dus onderdeel van de certificering geworden. Ja. Eerst hebben we dat een beetje op vrijwillige basis gedaan. En sinds eind vorig jaar is dat onderdeel van de certificering. Dus ja, je moet echt aan wat wij hebben gezegd, minimale eisen moet je voldoen. Wil je die certificering goed doorlopen? Ja. We zagen gewoon de vorige items. Het is vrij makkelijk om een site na te maken. Ja. Nou is een bepaalde crimineel, daar hebben we echt ontzettend last van. Die bouwt dus nep webwinkels. Ja. Die maakt ze na. En dat niet alleen, ook jullie logo maakt die dan na. Ja, want hoe kom je daar vanaf? Het gaat natuurlijk op internet om. We zitten eigenlijk in de business van het consumentenvertrouwen. Mm-hmm. Dus als je een website namaakt, dan pak je eerst een bekende naam. En dan verbouw je de URL-naam verbouw je een beetje zodat het erop lijkt. Mm-hmm. Je kopieert een bekende webshop. En daarna zet je er allerlei dingen op die ook vertrouwen wekken, dus ook ons logo. Ja. En dat is dan wel op dat moment een plakplaatje en dat is erg lastig om daar vanaf te komen. Ja. En het gebeurt toch wel wekelijks. Er zijn professionele bendes die daarmee aan de slag zijn. Ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel keurmerken online, maar jullie is eigenlijk wel de grootste. 93% van de mensen kent het en er zijn ook ongeveer 27% van de mensen koopt alleen maar als dat logo erop staat. Dus vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Ja. En die vervelende internetcrimineel, daar kom je maar niet vanaf. En dat is gewoon structureel aan het internet. Maar jullie waarschuwen mensen wel, toch? Wij waarschuwen mensen wel.
Maar je moet het wel eerst tussen de oren van de mensen, in dit geval consumenten. We zitten hier bij elkaar en we weten er iets van. Maar een gemiddelde consument, om die bijvoorbeeld ons logo te laten controleren, want als je erop klikt, kom je op een certificaatpagina uit en je kunt, als je de weg weet, kun je weten dat het een echt pagina is. Ja. Of dat ook weer een gekopieerde ding is. Maar voor een consument is dat best lastig, om dat allemaal te herkennen. Jullie zijn in ieder geval echt, want als je naar hun website gaat, zie je HTTPS. Ja. Thuiswinkel.org, hè? Dus dan weet je dat het echt is. Gerben. Nou, je collega's van MKB Cyberadvies die staan in de speeddatezaal mensen voor specifiek MKB-vragen antwoorden te geven. Maar eerst internet.nl. Het kwam voort uit het platform Internet Standaard. Dus de hele reeks organisaties achter. Ja. Hoe is dat ontstaan? Nou, eigenlijk een initiatief van het Forum Standaardisatie en het Ministerie van Economische Zaken. Die een aantal not-for-profit organisaties in Nederland bij elkaar hebben gebracht om eens te verkennen wat zouden we nou kunnen doen. Om te zorgen dat al die technische dingen op de achtergrond, de standaarden die zorgen dat het internet werkt, dat die wat beter gebruikt worden. Want wat je soms ziet is dat een standaard goed ontwikkeld is, technisch, veilig, betrouwbaar, maar dat het soms wel 10, 15, 20 jaar duurt voordat echt de standaard wordt geïntroduceerd. Ja. Een van de dingen waar we aan werken is IPv6. Dat zegt sommige mensen misschien niks, maar dat is een range met internetadressen die, je zou kunnen zeggen, bijna onbeperkt is. Daar kun je heel veel mee doen. Maar voordat mensen die gaan gebruiken, dan moet er wel wat gebeuren. Dat doe je als eindgebruiker meestal niet uit jezelf. Ja. En toen die partijen met elkaar om tafel zaten, werd er gezegd, IPv6 is er één, zo hebben we er nog wel een paar. Laten we eens kijken of we daar met elkaar stappen kunnen zetten. Ja. En al die partijen zijn bij elkaar gezeten. Dat hebben we het platform internetstandaarden genoemd. En toen zijn we gaan nadenken, hoe brengen we dit onder de aandacht van mensen in Nederland, mensen in het buitenland. En daar is de website internet.nl uitgekomen. Natuurlijk zo'n kikke URL. Hè? Als je helemaal niet weet wat internet is, dan typ je als eerste in internet. En dan kom je dus bij internet.nl. Je e-mailadres is ook @internet.nl. Dus Gerben, het internet is of zo. Dat is wel grappig. Hè? Ja, dat is wel top. Ja. Hey, maar bij jullie website, daar kun je dus ook je eigen URL invullen. En dan kun je dus zien of je een beetje voldoet aan alle standaarden. Toen dachten we, weet je wat, we gaan wat leuks doen. Als die site voor jullie keurmerken allemaal zo goed zijn, dan gaan we eens even kijken hoe die aan de standaarden voldoen. Dus daar hebben we een aantal lijstjes over gemaakt. Oké, daar zijn we al. Nou, dit is de inleiding. Klikken we even door. De 50.000 test. Hier zijn ze dus. Dit zijn dus de standaarden. TLS, hè, dus veilig verbonden. DNSSEC, hè, dus dat je domeinnaam goed beveiligd is. DKIM, hè, dat heeft vooral met mailen te maken. Ja, de SPF ook. Dat als je een e-mail van iemand krijgt, dat dat niet een nagemaakt e-mailadres is, maar ook echt is. En DMARC, hetzelfde. Nou, en dat IPv6 wat je zei, hè? Ja. Nou, dat hoef ik niet meer uit te leggen, toch? Wat verschilt tussen IPv4 en IPv6? Nee, dat weten we inmiddels wel, hè? Ja, oké. Nou, de landen, wat het allemaal is. Goed, hier dus de score. Gerber, geef even een toelichting. En dan mag jij reageren, Roland, of dat allemaal. Dan kom een beetje hier staan. Eigenlijk is het een beetje flauw, want nou moeten we wel heel eerlijk zijn. Dit is niet wat het thuiswinkelpunt NL of .org certificaat weergeeft. Hè? Nee. Zij testen niet op al deze standaarden die wij checken. Even voor de duidelijkheid, is niet dat ze hierdoor kwetsbaar zijn. Nee, precies. Het is meer dat we met z'n allen die nieuwe standaarden willen, zodat het hele internet als geheel wat veiliger wordt. Ja, wat veiliger wordt, maar ook gewoon bruikbaar blijft. Hè? Ja. Dat die hele structuur die we samen gebouwd hebben, dat die wel gewoon toegankelijk is en dat je weet met wie je zaken doet en dat je er ook een beetje op kunt vertrouwen. Ja. Dat zijn standaarden waar we nu in gesprek zijn om te kijken of Thuiswinkel ook bereid is om die langzamerhand via internet.nl of anderszins ook onder de aandacht van de leiders te brengen. Maar je ziet aan de grafieken dat bijvoorbeeld TLS al best heel aardig scoort. Dan kun je zeggen, maar dat is maar een klein gedeelte groen, hè, ongeveer een vijfde. Maar juist dat is het belangrijkste voor webwinkels, toch? Nou, het is elk geval dat je bij de vertrouwde website uitkomt waar je naartoe wilt. Hè, en dat die inderdaad beveiligd is met een adequaat certificaat. Niet een verouderd SSL iets, maar een TLS 1.2 oplossing hanteert. En nou zie je in het gele blokje staan niet conform de NCSC-richtlijn. Nou, die onderschrijven wij volledig, we vinden die echt belangrijk. Maar die is ook voor sommige organisaties nog wel heel erg lastig. Ja. Dat als je het boekwerk ziet, dan zal, is mijn inschatting, de gemiddelde MKB-ondernemer, denk naar bladzijde 2, dit is niet voor mij. Daar moet mijn IT-specialist misschien naar kijken of mijn hosting provider, maar ik ben daar niet van.
Dus voor ons is een van de worstelingen wel hoe je dat dan onder de aandacht krijgt van die ondernemer. Ja, want Meer en Bink die zei inderdaad al in de eerste helft als ondernemer ben je niet bezig. Maar wie kun je daar eigenlijk voor verantwoordelijk stellen? Ja, dat is een lastige. Jullie gaven in dat stukje ook al wel samen, denk ik, een beetje het antwoord. Uiteindelijk is die ondernemer wel verantwoordelijk. Ja, maar wie kan die aanspreken of in ieder geval vragen, ben ik veilig genoeg? Nou, dat is een hele goeie. Wat je op internet.nl ziet, als je bijvoorbeeld met jouw website van je bedrijf, of dat nou een webwinkel is of een ondernemer die een fietsenwinkel heeft, je kunt checken of je eigen webdomein op de juiste manier is ingericht. Ja. Of daar die goede standaarden zitten. En dan staat er ook vaak de hint bij, stel dat dat niet het geval is, bij wie je kunt aankloppen. Bijvoorbeeld bij je eigen register, waar die domeinnaam ooit geregistreerd is. Ja. Dus als je dus je eigen URL intypt bij internet.nl en je ziet op deze dingen dat je slecht scoort, mailt je naar je provider, hey, hoe zit dat? Ga nog even door, DNSSEC, wat is dat? Nou, DNSSEC zorgt er dus voor dat je in dat domain name system op een veilige manier naar een website toe gaat. En dat je dus als je rabobank.nl, willekeurig voorbeeld, intypt, dat je ook echt bij rabobank.nl uitkomt en niet bij een of ander man-in-the-middle domein waar niets geregeld is. Omdat je kunt zien dat je echt bij dat bewuste domein uitkomt. Nou, daar moet je wat dingen voor inrichten, vrij technisch. Er is wel tooling voor, keurig ingericht door NL Netlabs en SIDN. Die ook zorgen dat partijen die ermee willen werken aan de slag kunnen. Ja. Maar gelukkig zien we dat een aantal partijen dit al wel heeft. Ja. En hoe komt dat? Omdat de providers van die partijen dat gewoon goed geregeld hebben. Ja. De mijne is ermee bezig, zegt hij. Nou, ja. Dat hoor je. Helaas, en dat zie je straks misschien nog wel in een paar van de tweets die er geweest zijn. Sommige partijen beweren ook al wel 1 of 2 jaar dat ze daarmee bezig zijn. Dus dat gaat niet vanzelf. Ja. Maar er zijn wat kleinere providers meestal die dat uitstekend geregeld hebben. Ja. Nou ja, SPF, DKIM, DMARC nemen we even een beetje samen, die drie, de e-mailbeveiliging. Nou, ook daar geldt voor een aantal partijen dat ze dat keurig hebben geregeld. Mooi, maar daar is nog ruime verbetering mogelijk, zeker op het gebied van DMARC. En wat we merken is dat bij DMARC missen het aanbod, dus wat voor een ondersteunende software is er, nog niet echt heel Nederlands en heel Europees is. Ja. Het zijn heel vaak Amerikaanse partijen, die richten zich misschien wat meer op de grotere ondernemers. En die zullen bij de kleinere thuiswinkels niet zo snel... de webwinkels niet zo snel terugkomen. Ja. Ja. Bol.com en dat soort partijen hebben dat echt op orde. Ja, oké. Okay. Ja, en IPv6 die hadden we al gehad. Ja, daar hebben we net al over gehad. Hoe vind je dit? Wat is jouw oordeel? Als je dit zo ziet, dan kom maar even mee. Je kruipt een beetje weg achter de grote Gerber en denkt van... Nou, dat moet je vooral niet doen. Als je kijkt naar deze cijfers, dan vind ik dit bepaald niet slecht als je het hebt over alle MKB-ondernemers. Als je heel Nederland MKB-ondernemers zou pakken, van dezelfde schaalgrootte als een aantal van deze webwinkelpartijen, dan denk ik dat de cijfers slechter zullen zijn dan dit. Ja. Zijn de cijfers goed? Nee, wat ons betreft niet goed genoeg. Dat kan echt beter. En nogmaals, dat ligt niet altijd aan die ondernemer, maar ook aan de provider. Ja. En nou ja, kijk, dan kunnen we natuurlijk een paar sites laten zien die heel lek zijn of heel slecht, of in ieder geval helemaal niet aan de standaarden meedoen. Dan kunt u hiernaast terecht. We kunnen het ook omkeren natuurlijk. Wat zijn de braafste knulletjes en meisjes van de klas? Kijk, dat is natuurlijk ook wel leuk. Dat zijn deze sites. Autoveiling.nl, Bungalow Specials, Datona. Nou, het is eigenlijk een keur van alles en nog wat. Ja, Roland, zeg er even iets over. Vind je dat herkenbaar? Van, nou ja, dit zijn inderdaad ook mensen die gewoon ook bij ons wel heel goed scoren. Die zijn hier gewoon goed mee bezig. Ja, ik wil nog even benadrukken. Als je natuurlijk. Twee sheets terug wil gaan. Die sloegen we net over. Waar thuiswinkel.org op dit moment op checkt, dat is hebben de sites SSL op pagina's waar in ieder geval persoonsgegevens of getoond of uitgevraagd worden. Dat mag ook nog wel onder water aangeroepen worden, maar dat is in ieder geval wel verplicht. En als tweede zijn die applicatie kwetsbaarheden. Wij gebruiken daar de OWASP top 10 voor en nog een paar extra. Waar we op checken. En dus nog niet op de internetstandaarden die Gerben net genoemd heeft. Ja. Maar er is ruimte voor verbetering. En ik denk dat de volgende stap in ons proces ook wordt om die daarbij te gaan zetten. En daarop ook te checken. Ja, en dat maakt het keurmerk natuurlijk ook sterk. En dat maakt het keurmerk. Hey, maar ik wil naar de top 10 gaan. Ik wil even iemand een cadeautje geven. Ja. We hebben nu deze. Nou, we hebben dus gekeken, als je nou eigenlijk scoort op al dat soort dingen,
Wie is nou de beste? Roland, zeg het eens even. Ja, ze zijn allemaal groen, hè? Ja. Maar we hadden er eentje uitgekozen. Ja, we hadden er eentje uitgekozen. En misschien wel omdat het ergens in Amerika met een of andere e-matching site niet zo heel erg goed gegaan is, vonden we het des te leuker om een Nederlandse site in dezelfde branche een cadeautje te geven, omdat ze zo heel erg goed uitkomen. Alles groen. Jazeker. Dus, en dat is e-matching.nl. Ja, dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Thomas de Koning. Kom even hier staan. Hi. Thomas, nou, hier heb je een fles champagne. Dankjewel. En nog een of ander boek van een of andere vage socioloog. Nou, de reden dat ik het je geef, hè, want wij hadden natuurlijk wel even voor gezorgd dat hij er ook hier is. En toen dacht jij, ja, e-matching inderdaad, want ik moest denken aan die, hoe heet die ook weer? Madison. Ashley Madison. Ja, Ashley Madison, ja, inderdaad. Die, Ashley Madison. Ja. Die was dus gehackt en dat was vooral een vreemdgangerssite. Dus dat was natuurlijk wel pikante informatie. Dit is echt heel gevoelige informatie. Nou, e-matching is dating voor hoger opgeleiden. 20 jaar geleden ben je begonnen met je broer een bedrijf op te zetten. In 1998 hebben jullie e-matching opgezet. En jij bent van het begin af aan verantwoordelijk voor de security. Klopt? Ja, klopt. Maar daar ben ik ook in gegroeid. Ja. Ik ben gewoon een beetje wat dat betreft de autodidact. Ik ben gewoon begonnen met HTML, Perl, PHP. In het begin ben je gewoon niet zo bewust van security, maar dat gaat gewoon gaandeweg. Ja. En u zei met z'n tweeën, nou, als je volgende keer op feestjes komt, dan moet je gewoon zeggen, oh, ik ben de Chief Information Security Officer. Ja, dat ben je in wezen, hè? Mm-hmm. Ja, eigenlijk wel. Wat doen jullie aan de veiligheid? Hoe komt het eigenlijk dat jullie zo goed aan de standaarden houden? Nou, het werd net eigenlijk ook al gezegd, het hangt ook samen met de provider die je hebt. Ten eerste wat hij zelf al standaard doet. Ten tweede is ook, je moet hem ook scherp houden. Dus op het moment dat we hebben bijvoorbeeld wel eens leden die schrijven zich in en die zijn gewoon heel kritisch. Die komen zelf uit de ICT-hoek. En we hebben in het verleden, in die 15 jaar of 18 jaar, hebben we wel eens een lid gehad. Die zag een kwetsbaarheid. Ja, want die melden dat bij ons. Wij zijn dan ook echt zo van, oh, als er een kwetsbaarheid is, dan moet die ook binnen een dag opgelost zijn. Oké, okay, dus meldingen, zoals mensen melden, ja, niet de ethische hackers, ja. Dat neem je serieus en snel, ja, afhandelen. Ja. Laat je soms ook wel eens, nodig je ook wel eens mensen uit om te pentesten? Nou, we schakelen periodiek een securitybedrijf in, die doen pentesten voor ons, zowel automatisch als handmatig. Daar is ook natuurlijk het nodige uit komen rollen, ja. Daar word je ook steeds wijzer van. Nooit grote lekken, maar nooit grote kwetsbaarheden, maar vaak wel wat kleinere kwetsbaarheden die uiteindelijk opgeteld toch weer een probleem kunnen vormen. Ja. Dus wij proberen dat gewoon, ja, waterdicht bestaat natuurlijk niet, nee. 100%, maar we proberen die 99% wel te bereiken. Ja. Nou, heren, kijk, ze kunnen het. Hebben jullie nog een vraag aan de CISO van e-matching? Nou, eigenlijk een compliment, want ik vind het hartstikke knap dat je het zo groeiende wijze ontdekt en dat je het belang ook ziet. Je zit bovenop hele kwetsbare info. Ja. En je wordt kennelijk goed ook in de gaten gehouden door je eigen klanten. Nou, dat is mooi. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel websites en ook voor heel veel webwinkels geldt dat minder. Dus heb jij een tip voor andere ondernemers? Van hoe pak je dit nou op? Nou, de tip is af en toe een nacht wakker liggen met de... Het idee van oh, we zijn wel veilig genoeg. En ten tweede, mensen inschakelen of vragen jouw zaken te bekijken. En daarvoor openstaan en er ook niet van uitgaan dat het allemaal goed geregeld is. Dat is misschien de grootste tip. Ja, ja. Prima. Roland, trots op je klant? Jazeker. Ja, ik zou e-matching is natuurlijk lid van Thuiswinkel Waarborg. Onze taak als belangenvereniging is om iedereen zover te krijgen dat ze zoveel aandacht en aan veiligheid geven. Dus hoe zouden we dat moeten doen, is mijn vraag. Daar heb ik 1, 2, 3 geen antwoord op. Wat jullie in het verleden hebben gedaan met die automatische scans, mm-hmm. dat is denk ik al een hele goede stap geweest. Omdat je eigenlijk verplicht dat leden onderworpen worden aan het is niet een hele zware pentest. Mm-hmm. Het is een geautomatiseerde scan. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Maar ik kan me voorstellen voor sommige ondernemers dat al genoeg blootlegt. Ja. En door dat verplicht te stellen maak je al bewustzijn. Ik
zouden we eigenlijk alleen maar proberen te promoten dat zeker de webbedrijven die wat groter groeien en op steeds meer informatie komen te zetten, dat die echt gewoon een budget besteden aan security. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, super. Hey, dankjewel dat je er was. Applaus voor Thomas. Ja. Nou, dit was wel leuk, want ja, eentje moet de beste zijn. Dus toen kwamen ze met deze naam. En toen dacht ik, waar ken ik dat ook alweer van? En 1999, toen werd ik ook lid bij jullie. Heel lang geleden. Dus nog uit de tijd dat je nog inlogde met 1, 2, 3, 4, 5. Dat je geen social media had. Je had ook geen foto's op die dating sites. Maar ja, ik heb iets met slimme dames, zal maar zeggen. Dus ik ging naar imaging.nl. Nou, na een paar jaar was het wel weer over. Maar ik heb er wel een hele leuke dochter aan overgehouden. Die is nu 13 jaar. En net zo slim als de moeder. Dus nou, eigenlijk het grootste cadeau heb ik zelf gekregen. Dankjewel. Goed, heren. Hoe moet het nu verder? Met de MKB'ers. Die pas luisteren als ze gehackt worden. Lijkt het wel. Toch ook wel gevoelig zijn voor een interessante scan of een test. Dat blijkt toch ook wel. Dat goede voorbeelden toch ook wel werken. Maar die abstracte materie, daar komen we weer met onze DKIM, met onze DNSSEC en weet ik het wat allemaal. Tot slot, hoe moeten we de slager om de hoek bewust maken dat ook zij cybersecure moeten zijn? Ja, ik denk blijven informeren. Sommige onderwerpen zijn best lastig. Ik zeg altijd, vroeger op school hadden we ook wel heel moeilijke onderwerpen wat we eerst helemaal niet begrepen. Maar als je het maar blijft zenden, dan gaat die bewustwording gaat vanzelf komen. Duurt even. En natuurlijk moeten er altijd erge dingen gebeuren, wil je echt wakker worden. Dat hopen we dan niet. Ja. Dat is wat trouwens ook veel ondernemers denken. Het gebeurt altijd bij de buurman en niet bij mij. Ja. Maar ja, blijven zenden en die awareness creëren. Ja. Gerben? Vanuit internet.nl kijken we eigenlijk naar een soort twee kanten benadering. Aan de ene kant snappen we best dat het heel lastig is voor die MKB-ondernemer als je met dit soort lastige standaarden en termen aankomt. Dus we richten ons nu heel erg op de providerkant. Dat die provider gewoon begrijpt waarom het belangrijk is dat dit soort moderne standaarden ook gewoon standaard zijn in zijn aanbod. En zullen we die anders eens op een ranking zetten? Dit is een veiligere provider. Ik wil dit zeggen. Dus je haalt me de woorden uit de mond, Chris. In feite doen we dat nu nog in een soort beslotenheid van een overleg wat plaatsvindt met al die providers in Nederland. Waar we hebben gezegd van jongens, kijk nu eens even zelf op internet.nl hoe je zelf scoort met je eigen website, met je eigen diensten die je aanbiedt. En we gaan in februari, maart opnieuw met hen om tafel zitten. En dan zullen ze ook echt zien wat hun onderlinge ranking is. En wij noemen dus ook hosting providers die gewoon goed zijn. Die zie je ook in de communicatie die wij naar buiten brengen. Dus dat is de ene kant, de partijen die aanbieden. En vervolgens in feite hetzelfde wat Ronald zegt, van die ondernemer blijven uitleggen waarom het belangrijk is en de ondernemer leren om de vraag te stellen aan de partij die het aanbiedt. Ja. Ja, dus dan komt de marktwerking hopelijk tot stand. Ik heb nog wel, een derde aandachtspunt. Dat is natuurlijk naast de hostingpartijen heb je de ontwikkelaars. Die moeten gewoon veilige software afleveren. Ja. Software, dat is inderdaad waar de kwetsbaarheid altijd begint. Ja, de ondernemer die legt zijn website ergens bij een dienstverlener neer en verwacht dat er goede software afgeleverd wordt. Ja. Dat gebeurt heden ten dagen blijkbaar nog steeds niet. Nee. En ik denk dat we daar ook aandacht aan moeten besteden. Ja, dan moet die ondernemer gewoon een stevige onderhandelingspositie nemen ten aanzien van al die partijen die hun leven. Gaan we doen. Dankjewel. Roland van Kortenhof, Gerben Klein-Balting. Dankjewel. Dankjewel.